Vrijdag is de eerste steen gelegd door wethouder van Geffen voor de bouw van een cultureel centrum in Klarendal. Ook hierbij aanwezig was kickboxleraar Fred Royers, die hier in zijn kickboxschool gaat vestigen. Het multifunctioneel centrum in Klarendal, hoe belangrijk is dit voor de wijk? Ik denk voor de wijk heel belangrijk. Het is een soort eikpunt geworden voor iedereen waar alles gaat gebeuren, waar ontzettend veel activiteiten gaan plaatsvinden. Waar ik met mijn sportschool kom, hè. Ook heel belangrijk voor mij natuurlijk. Maar ik ben ontzettend blij om hier te gaan zitten. We zijn hier in 2007 begonnen in Klarendal. En hier op het oude gebouw wat hier stond, wat nu dus weg is, hè, helemaal gesloopt is. De bakstenen hierachter is daar het duidelijke bewijs van. Toen wisten we al van tevoren, van, nou, we moeten hier een keer weg, maar wat er daarvoor terug zou komen, dat wisten we nog niet. Maar in die jaren is dus een prachtig plan ontwikkeld en ja, ik ben ontzettend trots op dat ik daar deel van mag uitmaken. Echt. Hoe groot gaat het allemaal worden? Het wordt heel groot. Ik denk dat er maar weinig plekken in Arnhem zijn die zich zo kunnen gaan verheugen in zoveel activiteit. Als je gaat kijken wat daar in bruist straks allemaal, hè, wat daar allemaal in komt, dan zijn ontzettend veel dingen die echt voor de wijk heel belangrijk zijn. Ook voor Arnhem trouwens hoor, zeker ook wel. Kunt u een paar van die dingen opnoemen? Nou ja, we hebben de brede school natuurlijk die hierin komt. En voor de wijk is dat heel belangrijk dat ze hier en in die brede school hier vlakbij zijn. Er zijn sportfaciliteiten hier zo, een sporthal, mijn sportschool bijvoorbeeld. Van alles wat je maar nodig hebt om zo'n wijk echt helemaal levend te maken, is hier aanwezig. Wanneer verwacht u dat het MFC klaar zal zijn? Ja. Dat is voor mij een voorkomen. Ja, ik weet het niet. Ik heb gesproken met de aannemer. En die vertelde me van ja, het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn als alles doorgaat. Als alles makkelijk klaar komt, dan zou het volgend jaar juni misschien kunnen zijn. Maar goed, dat hopen we. Afhankelijk van het weer. Vertragingen die kunnen opstaan. Misschien bepaalde obstakels in de bouw die zich kunnen voordoen. Dat weet je toch niet. En ik hoop zo snel mogelijk. Ik zit nu op de Hommelseweg zolang. En daar zit ik hartstikke fijn. Dat is een prachtige locatie, de Hommelseweg. Maar we willen uiteraard met z'n allen graag beginnen, start maken in het nieuwe gebouw. Hier in Klarendal. Want daar horen we ook thuis nu.